Mensen die een aanleunwoning hadden in de Klaasje Zevensterstraat, die moesten verhuizen eind vorig jaar. Dat hebben ze gedaan. Ze zijn nu naar een plek verhuisd, niet bij een verzorgingsflat, dus zonder allerlei faciliteiten, want hun woning zou gesloopt worden. Nou krijgen ze in januari bericht dat de sloop niet doorgaat. Daar zijn de mensen zeer boos over geworden en verontrust over geworden. En het was ze ook niet duidelijk wat de reden was waarom de sloop niet doorging. Ook mensen die nu nog in woningen wonen, waarvan gezegd was dat het gesloopt werd, hebben bericht gekregen dat die sloop eerst voorlopig niet doorging. En ook voor hun was het allemaal onduidelijk en onzeker wat er nou precies aan de hand was. We hebben de wethouder gevraagd van wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier allemaal. Ik heb zelf ook geïnformeerd bij Brentano. Mij is gezegd dat de sloop vertraagd is en dat de sloop nu toch door zou gaan ergens in mei. Mijn grote punt is dat men met de doelgroep, hè, dat zijn oudere mensen, dat men daar heel zorgvuldig mee moet communiceren. Want zo'n stap om te moeten verhuizen uit je aanleunwoning is niet niets. En daar moet heel voorzichtig mee omgesprongen worden. Mevrouw Kruijen van GroenLinks maakt zich zorgen over de communicatie in verband met het pand hierachter. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Er is een aantal weken geleden is er een brief verspreid. En die, ja, het is wel gecommuniceerd, maar het is niet de meest heldere communicatie die je kan voorstellen. Er zijn geen data ingenoemd en dat geeft dan toch een beetje onduidelijkheid aan buurtbewoners. Dat kan ik me voorstellen, ja. Het werd gedacht dat het om financiële redenen was dat Brentano in financiële problemen zou zitten. Waarom het zo lang duurt. Ja. Is dat zo? Nee, absoluut niet waar. Nee, Brentano is een financieel supergezonde organisatie. Wij kunnen echt hebben ruim eigen vermogen om alle omschakelingen die we nu doormaken met elkaar te kunnen financieren. En ook op lange termijn zie ik daar geen enkel probleem. Nee, dat is absoluut niet zo. En wat is nu de gang van zaken met het pand? Wanneer wordt het gesloopt en wanneer komt er nieuwbouw? Ja, we zijn nu op dit moment bezig met het afhandelen van het contract met de sloper. En op het moment dat dat is afgehandeld, heeft hij een paar weken nodig om alles te regelen, de logistiek en zo. En dan gaat het dus echt voor de zomer gesloopt worden. Komen nou dezelfde bewoners weer terug straks in de nieuwe situatie? Ja, ze hebben de keuze om terug te komen. Ze kunnen ook kiezen om te blijven wonen waar ze nu wonen. Maar ze krijgen van ons allemaal de keuze om terug te komen in de nieuwbouw. Ja. Waar wonen ze nu? Ja, verspreid op een aantal plekken. Het Huizen de Poel, weet ik dat er een aantal mensen zijn. Maar ook op de flat hier in de buurt zijn een aantal mensen heen verhuisd. Maar die gaan we allemaal opzoeken en vragen of ze alsnog weer bij ons willen wonen.